Boys, nu is het tijd om deze tijdlijn van herinneringen te bewandelen. Oh. Here you go. Yay. Okay. En zo gaan we naar het kasteel, waar we het lot gaan bepalen met wie we in het team gaan. Belgium High Pixel UHC. En daarom die Belgische vlag. Ja. Ah, my God, UHC 2001. Yay. Maar doen we Nederlanders mee, hè? Oh, dit hutje. Seizoen 2 Winter Battle. Ik ben er dus niet. En My Card Survival Seizoen 2. Hallo, de deur. Dit is te hopen. Ja, maar je deed hem dicht ook. En hier zijn we dan bij Minecraft UHC Seizoen 3 Lost Kingdom. Spannend nu. Dat is wel handig dat we hier ook bomen hebben. Zeker wel. We zitten ook bij de border zo te zien, want ik zie de border al. We gaan meteen beginnen. Ja. Nice. Ik denk dan een stairs te maken van de border af, niet dat dan richting de border, maar in ieder geval dat ze op het opgesloten zitten. En wacht, eerst is die van iets ongeveer 700 blokken groot. Ik weet niet hoe groot die is. Dat durf ik echt niet te zeggen. We hebben 10 minuten voor die gaat krimpen. Ja, nu moet ik er wel even aan herinneren dat dit UHC is, dus ja. De hele tijd zien dat je geen falling damage neemt en zo. Ja, maar we zijn wel boven op een berg gespand. Dus ik denk dat het slim is als we nu eerst even langzaam naar beneden werken, proberen. Ik kan hier al wat steen mijnen. Ja, oké, dat klopt. Ik ga alvast langzaam naar beneden. Want dat vind ik toch iets veiliger dan daar bovenop. We zitten vlakbij een village. Dat is wel handig. Ja, ik ga nou richting die village. Hoop dat het niemand anders is. Oh, we hebben fucking eten voor days. En er is fucking Catherine hier. Ja, moet ook niet vergeten om appels te verzamelen. Nee, precies, voor de golden apples. Ze hebben een blacksmith. Hupsakee, emeralds, brood. Ze hebben 2 blacksmiths. Helemaal ideaal. Ja, de eerste appel. Let op, hè. Nog niks in de chat? Hey! Oeh! Dat is een goed begin. Zeker goed. Ik zie de wereldborder. Maar ik ben even op zoek naar de village. Ah, ik zie het. Hoeveel dia's was het? 4. Oh. Ik denk dan wel een diamond sword te maken voor beide. Want aan een pickaxe, ja, je hebt er wel wat aan. Alleen, het is niet extra damage of zo, hè? Ja, maar pickaxe kunnen we wel gebruiken als we obsidian willen hacken voor de enchantment table. Ja, oké, dat klopt. Geef ik je gelijk in. Ik kijk nog even verder in de village of er iets van chesten zijn. Zo, dat huis is er zo maar één ding, daar rechts staat. Ja, ik heb hier ook een half huis gevonden. Ja, ik kan misschien wat kip afslachten voor eten. Stram is wel een best wel goed begin. Zeker, dat is een heel goed begin. Ja, er zijn al personen met damage. Ja? Ja. Oh. Jarin en craft skills. Just to be safe, 2 diamond swords of eentje? Maar als we nog een diamond vinden, dan ja. De world border is die kant, dat heb ik net gezien. Ja, klopt. Pickaxe of sword? Nou, ik heb al 7 obsidian. Ja, pak misschien al een zwaard. Zwaard? Ik heb ook gelijk wat iron, maak ook gelijk een iron sword en een iron pickaxe. Moet ik even sugarcane hebben en leather. Had jij iets van koeien gezien ofzo? Nee, hè? Momenteel nog niet. Oh ja. Ja, ik heb hier koeien. Ah, ik kan ook natuurlijk paarden afslachten. Oh ja, die geven ook leather, hè? Ja, 2 leather uit 1 paard. Ja, ik heb ook al 7 leather en dan moeten we nog sugarcane hebben voor papier. Ja, daar zie ik wel sugarcane. Het is wel maar 2. Ah, net 1 te weinig. Pieter heeft ook diamonds. Ah, ook goed snel gegaan. Ja, sugarcane. Ja, heb je nog meer? Maar je hebt nu al 3 sugarcane. Toch? 9. 9? Ja. Kan dan terug naar de village komen, dan kunnen we gaan enchanten als het mogelijk is. Of ja, we kunnen eerst even gaan minen en daarna gaan enchanten.
Ja, voedsel hebben we nu wel genoeg, denk ik. Ja, ik heb redelijk wat voedsel. Ik ga hier zo een ster naar beneden maken. Bij de, in het midden van de village. Ja, ik zie je. Wou ik het van boven dicht maken? Nou, wat we ook konden doen, ik zag hier zo eerder nog richting de border een ravijn, als het goed is. Heb jij kool? Ik heb geen kool, nee. Dan moeten we charcoal maken. Nou, in een ravijn ergens anders, hè? Ah, gaan we dan bij de ravijn zo naar beneden gaan? Ja, precies. Lijkt me wel wat, wat beter. Oh, is het een creeper? Daar beneden. Bij het water. Nee? Oh, ja, toch wel. Hi, creeper. Ja, ik wil nog niet naar beneden gaan tot die dood is. Hij is weg. Oh, dat zou wel ja, jammer zijn als ik zo net zo naast het water land. Maar dan voel je je zuur. Ja. Oh, nee. Ik krijg al een half hartje door gravel. Ah, sad. Gelukkig was het maar een half hartje. Ja, dat wel. Nou, ik ben ook al twee hartjes kwijt, daar niet van, maar... Komt toch goed. Nou ja, is goed. Ik ben ondertussen level 4. Kan jij me misschien die sugarcane aangeven die je had? Kan ik een crafting table, enchanting table maken? En nog een, ik had al één boek gemaakt, ook nog. Ah, oh, mooi. I12 à 13 was het, hè? Ik mijn meestal op niveau 11. Heb lapis. Sharpness of Sweeping Edge. Ik ga boven even die spullen pakken, dan kunnen we het allemaal hier beneden neerzetten. Hier. Ik zat zo de hele tijd op tap te kijken, te wachten tot er iemand damage neemt. Helaas niet. Hier, heb je eten. Dankjewel. Oh, 50 is wel veel, hè. Ik heb nu 50 brood. Ja. Ik heb zelf nu een stack en 18, dus door goed komen. Oh, stel je voor, we vinden diamanten maar zo net aan de andere kant van de border. Oh. Een fun fact, ik weet niet of jij daarmee in gaat werken. Ik weet dat je met een axe kan je iemand schild in één keer wegslaan. Dus ik denk sowieso een axe en een sword mee te nemen. Als iemand dan zijn schild doet, kan met je axe kan je hem wegslaan. Zou niet alles een beetje hier en daar wat fakkels plaatsen, zodat er geen monsters kunnen spawnen? En geen pickaxe ja, maken. Ik heb nog meer diamonds. Nice. 1, 2, 3, 4. 5 diamonds. Ja, nu moet ik nog wat iron vinden. Nee, oh. Ik heb 13 iron. Dus daar kan ik ook nog wel misschien wat dingen mee maken. Als we een anvil willen maken, hebben we daar nog 31 iron voor nodig. Wil je diamonds sport? Ja, is goed. In het set ze allemaal advancements. Ja, tuurlijk. Nog meer diamonds. Wel, je hebt iets gedaan dat er veel diamonds zijn. Hè? Huh? In de normaal dat we nu al zoveel diamonds hebben. Wel, dat is wel lekker op zich hoor. Mij hoor je niet tegenspreken. Ja, ik vind het alleen maar goed. Als we nu ook nog goud vinden, dan zou het wel helemaal mooi zijn. Op zich. Ik heb nog wat eieren gevonden, dat is mooi. Want er komen nog wel wat eieren tekort, hè, volgens mij. Ik heb goud. Ik heb nog niet echt iets interessants tegengekomen. Maar ik kom wel zat tegen, hoor. Alleen ja, niet alles is interessant. Oh, nog meer diamonds. Jij bent tot nu toe de persoon die elke diamonds heeft gevonden van ons team. Ja, dat was de eerste aflevering, dus... Nee, ik heb nog meer diamonds.